welkom bij deze nieuwe video. Zoals je obvious kunt zien aan de titel hierboven, heb ik vandaag weer een hele leuke video, want het is weer een winactie. Als je al een tijd een abonnee bent op mijn kanaal, super bedankt daarvoor. Iedereen die abonneert en liked en reacties achterlaat, iedereen super bedankt daarvoor. Voor jullie vooral doe ik altijd alle winacties. Maar als je me al een tijd volgt, weet je dat ik best wel vaak winacties hou. Ik doe nou YouTube voor misschien bijna iets meer dan 2 jaar. En op zowel Instagram als hier heb ik volgens mij in totaal echt al 10 plus winacties gehouden. Omdat ik het gewoon super leuk vind en ik heel veel make-up krijg en koop die ik niet gebruik. Ik geef ook heel veel weg aan mijn familie en vrienden om me heen. Maar ik geef ook heel graag weg aan jullie. En ik heb hier een hele tijd allemaal make-up gespaard en ik heb weer een heleboel om weg te geven vandaag. Dus de persoon die vandaag wint, krijgt een heleboel make-up. Ik ga in de video vertellen wat ik allemaal weggeef, wat je moet doen om te winnen, wanneer ik de winnaar bekend maak, etc. Dus als je gewoon de video blijft kijken, ben je op de hoogte van alles. Ik laat aan het einde van de video weten hoe je kunt winnen. Als jij niet geïnteresseerd bent in wat je kunt winnen en al genoeg hebt aan de thumbnail, dan spoel gewoon lekker door naar het einde en doe gewoon wat je moet doen. Maar als je het leuk vindt om nog even naar mij te kijken en om echt te zien stuk voor stuk wat je kunt winnen, blijf dan vooral nog even kijken. Obvious ben ik een make-up kanaal, een beauty kanaal, dus ik krijg ook altijd vaak vragen over de make-up look die ik op heb. Maar die staat al op mijn Instagram met een videootje erbij waarin je kunt zien hoe ik het allemaal heb aangebracht en wat ik heb gebruikt. Dus mocht je benieuwd zijn naar iets, ga even naar mijn Instagram. Dat is gewoon Sarah Marieke. En als je geen Instagram hebt en of gewoon geen zin hebt om daarheen te gaan, mag je het ook vragen in de reacties natuurlijk. Nou, ik ben weer super enthousiast, want ik vind het altijd leuk om iemand blij te maken. Mocht je nou niet winnen, niet getreurd. Ik heb echt heel vaak winacties. Dus stay tuned. Sommige mensen worden ook een klein beetje vervelend als ze niet winnen. En ik vind het echt super vervelend dat mensen zo gaan doen als je niet wint. Terwijl je donders goed weet dat ik maar 1 persoon kan laten winnen van de 100 mensen die zich aanmelden. Dus ik wil ook vragen aan iedereen, als je niet wint, ben gewoon blij voor de persoon die heeft gewonnen. Ga niet vervelend doen, ga niet irritant doen, word niet boos. Ik snap dat je een beetje teleurgesteld bent, maar als je zo'n reactie achterlaat of bot doet tegen mij of een ander, dan word je gewoon geblokkeerd. Want ik doe de winacties om mensen blij te maken en niet om haat te creëren. Nou, vergeet vooral niet alvast te liken en te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan gaan we gewoon snel beginnen. Nou, er ligt hier een heleboel make-up, dus ik ga er een beetje snel doorheen, zodat we niet een 40 minuten video hebben waarin ik allemaal make-up gewoon laat zien. Allereerst wat je kunt winnen is van Ligion Cosmetics, als ik het goed uitspreek. Ligion, I think. Een highlighter. Dit is een liquid highlighter volgens mij. Ja, dat is deze liquid highlighter. Dus die kun je winnen. Dat is het eerste product van vandaag. Van Isle of Paradise heb ik hier tanning water. Dit is dus een spray die je opspreekt en dan word je een beetje bruiner. Heel erg handig, dus deze heb ik erbij gedaan. Ik heb hier ook van Ligion Cosmetics 3 nep wimpers. Ook altijd leuk om te hebben. Ik heb van Technique Cosmetics dit Invite Only paletje. Echt een prachtig paletje. Het is dat ik al zo'n paletje heb van W7. Anders had ik hem echt gehouden. Maar twee precies dezelfde paletjes hebben slaat nergens op. Dus deze gaat naar jullie. Van Catrice heb ik de Crystallized Eyeshadow Palette. Dit is een heel mooi oogschaduw paletje met een beetje donkere paarse kleurtjes. Ziet er in ieder geval heel mooi uit. Van Kelsha heb ik de Day and Night White Gold Elixir. Als je me al een tijd volgt, hoef ik niet uit te leggen hoe geweldig dit product is. Het is ook een prijzig product. Het is niet heel goedkoop. Dus ik dacht, omdat ik het altijd gewoon gratis krijg, ik geef eentje aan jullie. Want er zijn heel veel mensen die zoiets wel willen hebben, maar het gewoon niet kunnen betalen. Dus bij deze. Ik heb van Kiss de Blooming Lash. Ik ken het merk niet per se. Is het wel Kiss? I'm not sure. Maar dit zijn in ieder geval een paar nep wimpers. Van Inkredible heb ik hier een super cute gezichtsmaskertje. Met zo'n regenboog erop. Ik was even de naam kwijt. Heel erg leuk om te hebben ook. Van Laurizzi Cosmetics heb ik hier het Athena oogschaduw palet. Ik zal die ook even openmaken zodat je kunt zien. Dit zijn echt prachtige rozige kleurtjes. Dit zit er zo op. Zo. Dit is echt een prachtig paletje. Het deed me ook denken aan een blush paletje. Dus je zou het kunnen gebruiken ook als blush, I think. Vooral de matte kleuren zijn echt gewoon te gebruiken als blush.
Dan heb je een beetje een oogschaduw en een blush paletje in één. Van Benefit Cosmetics heb ik hier de Professional. Die is altijd handig. Dit is een hele fijne gezichtsprimer. Van Gorge heb ik hier de Forever Lip Shine. Dit is gewoon een lippots loodje voor een glossje. Van Max & More heb ik hier drie color correcting concealers om een beetje te correcten op je gezicht. Van Technique heb ik de Lash Drama Mascara. Van de Hema heb ik de Out of Sight Metallic Brow Pencil. Dit is dus een wenkbrauwpotlood, maar die is metallic. Dus heel erg apart. Van W7 heb ik ook hier de Brows for You Microblade Brow Pencil in een bruine kleur. En ik heb van Catrice ook een Brow Combo Pen. En dit is ook een wenkbrauwpen. Van Technique Cosmetics heb ik hier deze mousse oogschaduw. Ik vind deze oogschaduwtjes super fijn en heel erg mooi. Ze hebben echt een hele mooie glans. Van Ten Looks heb ik de Illuminating Self Tan Drops. Dit zijn van die drops en die kun je mixen met een crème en dan aanbrengen op je gezicht of op je lichaam. En dan word je gewoon iets bruiner. Ik gebruik die ook altijd voor mijn gezicht. Van Bella Pierre Cosmetics heb ik hier hun primer. Van Catrice Cosmetics de Iconista Mascara. Het kwam bijna in mijn oog. Volgens mij is die waterproof. Ja, deze is waterproof. Van de Boozy Shop heb ik hier een make-up kwastje. Van Legion Cosmetics heb ik hier een brow pencil. Van Mask Me Up, ik denk dat het een merk zo heet, heb ik hier een heel cute maskertje. Een After Sun Sheet Mask. Dus ik denk dat die echt handig is voor als je lang in de zon hebt gezeten om een beetje te verkoelen. Van Mia Cosmetics heb ik hier drie liquid oogschaduwen. Dit zijn drie rolletjes. Ze zien er echt super cute uit, dus... Ja, ik had die wel willen houden, maar ik dacht, ja, waarom? Ik vind ze echt leuk, dus ik geef ze wel weg. Van de Hema ook hier een Whoop It Up Liquid Oogschaduw in een hele mooie paarsroze kleur. Van Catrice heb ik hier een hele mooie matte blush. Van Catrice heb ik ook hier een nagelolie, ook altijd handig. Van de Douglas heb ik hier de Drop & Mix Glow Drops. Dit is gewoon een liquid highlighter die je zo kunt aanbrengen. Of je kunt het mixen met je foundation om een beetje een glowy finish te krijgen. Van I Heart Revolution deze lieve schattige roze blush. Van Technique de Kohl Eyeliner is gewoon een zwart potloodje. Van Mia Cosmetics heb ik hier een liquid glow highlighter. Heel mooi voor het hele lichaam als je een beetje bruin bent. Van Kueshi. Dit is het merk. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Vast niet. Heb ik hier een aloe vera gel. Van Nere Beauty heb ik hier... Wat is dit eigenlijk? Oh, dit is een kwastje. Een hele mooie make-up kwast. Kijk, met zo van die glitters. Aangezien ik mijn eigen make-up kwastenlijn heb, gebruik ik geen andere kwasten. Dus ik geef die altijd allemaal weg. Van Revolution heb ik hier een glitterlijn. Van Legion Cosmetics heb ik een lip gloss. Van... Oh, ik heb weer zo'n Technique mousse oogschaduw. Ik heb hier een Technique Eyebrow Definer voor je wenkbrauwen. Ik heb van Elemis een dagcrème. Ik ken dit merk niet. Ik heb die gehad, maar deze geef ik ook weg. Van Technique Cosmetics weer heb ik de Mega Lash Waterproof Mascara. En dan van I Heart Revolution geef ik ook twee hele leuke en mooie oogschaduwpaletjes weg. Dit zijn twee van de chocoladepaletjes van hun. Hier heb je de Honey en hier heb je de Sprinklers. Sprinkles, Sarah. En dan heb ik hier ook nog van Green een leuk nagellakje. En dan zijn we nog niet klaar. Er is nog een hele hoop meer. Van Boozy Shop heb ik hier weer een kwastje die ik ook weggeef. Dan heb ik hier ook nog een hele leuk rode make-up bag. Of ja, het is een make-up bag, maar je kunt erin doen wat je wilt. Dit is van een samenwerking van de Juvia's Place. Dus deze is heel handig om van alles in te doen. En ik heb ook zo'n make-up bag van Vera Camilla X Boozy Shop die ik ook weggeef. Van Mia Cosmetics heb ik hier hun Glow Setting Spray. Een hele mooie, voor een hele mooie glow over je gezicht. Van de Hema heb ik hier deze super schattige nagellak met van die glitterige sterretjes erin. Ik vind dit soort blije dingen echt altijd heel erg leuk. Maar ik heb al acryl, dus ik gebruik dit niet. Van Ofra heb ik hier een pressed poeder die ik weggeef. Van Catrice nog zo'n glowy nagellakje. Van de Hema nog zo'n blauwe glowy nagellakje. En van Essence twee matte nagellakjes, een groene en een paarse. En dan nog een Catrice Galactic nagellakje. En dan nog een Essence mat nagellakje. Ik heb zoveel nagellak. Van Catrice heb ik ook deze handige brush cleaner. Die gebruik ik ook altijd. Hier is die van mij. Ik heb hem gewoon van AliExpress. Maar Catrice heeft hem ook. En deze zijn super handig om zo je kwast in te doen. En dan is hij meteen schoon. Van de Hema weer heb ik nog zo'n metallic
Metallic Brow Pencil in een andere kleur. Van Queen Tarsi heb ik hun Lash aanbreng tool, of hoe het ook heet. Deze is handig om je neppe wimpers mee aan te brengen. Van Mine Tan heb ik hier hun Tan Water, dus nog een Tan Water. En hiermee word je ook bruin. Dus de persoon die dit vindt, dagwind, kan lekker bruin worden. Van Ilse Jacobsen heb ik hier een face cream, een gezichtscreme. Van Beaver heb ik hun shampoo, ook handig om te hebben. Hij is ook klein, dus handig voor de prijs. Van Essence heb ik de My Glow Passion Highlighter. Van Bella Pierre heb ik hun Glowing Palette nummer 2. En dit zijn dan de kleuren die erin zitten. Deze is ook echt like 40 euro, echt super duur. En van By Pelsha heb ik ook hun 24K Gold Elixir. Dus je hebt dan hun complete set. Dan heb je en de witte en de roze. Van Coco Star heb ik de Slice Mask Sheet. Die heb ik ook in een Instagram videootje opgedaan en zo. Deze is super cute. Het is niet gewoon zo één sheet. Het zijn allemaal van die kleine ronde losse sheets. Die je gewoon zo kunt aanbrengen over je gezicht of op je handen, op je voeten, wherever you want. Van Technique Cosmetics heb ik hun Mega Glow Highlighter paletje. Van Ligion Cosmetics heb ik hun Glitter Eyeliner. Ik zal die ook even laten zien. Die is zo heel mooi paars-rozig. Kijk. Super cute. Maar ik heb al zo'n kleur, dus vandaar dat ik hem weggeef. Van Ligion Cosmetics ook weer heb ik hun serum. Van Revolution heb ik dit glitter oogschaduw paletje met allemaal foiled kleurtjes erin. Lekker heftig allemaal. En dan nog van Essence de Summer Days and Nights oogschaduw palet. Ook een heel mooi oogschaduw palet. Van Root Cosmetics heb ik dit kleine oogschaduw paletje met 3 kleuren erin. Deze 3 kleuren. Ik dacht toen ik het had besteld dat dit een highlighter palet is. Wat hij ook gewoon echt had kunnen zijn. Want het zijn alle 3 glanzende kleuren. Maar er staat echt op eyeshadow palette. Dus ja, ik zou het gebruiken als highlighter palette. Maar ja, je kunt het meedoen wat jij zelf wilt. Van Juvia's Place heb ik de Saharan Eyeliner. Dit is een eyeliner set. En dit is dan wat je krijgt. Een kwastje en 2 kleuren gel eyeliner. Volgens mij bruin en zwart. Van Essence de Salut Paris oogschaduw paletje. Ik vind deze collectie van hun echt super cute. Ik heb er ook eentje gebruikt van. En ik vond hem best wel goed voor de prijs. Van Revolution heb ik ook de Pretty Creative oogschaduw paletje. Met allemaal iets meer heftige kleuren om een look te maken als die ik nou op heb. Dus voor de mensen die dat leuk vinden, die gaan hier blij mee zijn. Iets waar vast heel veel meiden blij mee gaan zijn. En dat is dit Queen Tarsi paletje. Dit was een limited edition van hun. Ik weet niet of hij nog te koop is. Misschien wel, misschien niet. I'm not sure. En hierin heb je hun spons, maar dan in het groen. Hun lijm, hun wimper aanbrengding en 2 naturel wimpers die niet los te koop zijn. Die heb je alleen in dit cadeau verpakkingtje. Dus deze geef ik ook weg. En nogmaals, omdat ik al mijn kwastenlijn heb, geef ik ook deze 2 grote Revolution kwasten sets weg. Super groot en ja, ze zien er wel echt heel mooi uit. Nou mensen, dit was het dan. Dit is alle make-up en beauty producten die je kunt winnen. En ik hoop dat iedereen ze weer heel leuk vindt. Want ik doe altijd mijn best om echt niet alleen maar spullen die ik niet wil of niks vind in een winactie te doen. Maar ook echt make-up erin te doen die ik echt goed vind en echt gewoon gebruik. Nou, trommelkroffel. Wat moet je doen om te kunnen winnen? Het is eigenlijk gewoon the same as always. Ten eerste, abonneer op mijn kanaal. Als je niet bent geabonneerd, kun je helaas niet meedoen. Als tweede, like deze video. Geef een dikke vet like. Dat kan hier onder de video. Abonneren is helemaal gratis. Een vind ik leukje achterlaten is ook helemaal gratis. Dus als je die 2 dingen doet, ben je al goed op weg. En als laatste, laat een comment achter waarin je vertelt wat jij zo leuk vindt aan mijn video's. Dus waarom jij naar mijn video's kijkt. Want ik ben heel erg benieuwd wat iedereen nou eigenlijk van mij vindt. En dan weet ik ook gelijk waarom iedereen mijn video's kijkt en zo leuk vindt eraan. En dan ga ik dat ook vooral blijven doen. Dus let me know, want af en toe als je gewoon zo hier zit in je uppie video's te maken, weet je niet altijd zo goed wat nou aanslaat en wat niet. En wat ik nou goed doe en wat niet. Dus ik hoor het graag. Het is vandaag woensdag als deze video online komt. Ik maak volgende week woensdag onder deze video bekend wie er gaat winnen. Dus onder deze video, niet onder de video die ik dan plaats. Ik heb ook nog geen tijd, dus stuur me alsjeblieft niet 100 berichten met wanneer maak je het bekend. Hou gewoon hier de reacties onder de video in de gaten en dan weet je wanneer er iemand heeft gewonnen. Dus 1 week loopt deze winactie. Nou, ik hoop dat iedereen het weer leuk vond. Vergeet dus niet te liken en te abonneren. Ik plaats ook 2 video's die je ook kunt gaan bekijken en dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video.